Rietje Dijkman, 82 jaar jong en misschien wel de vrouw met de meeste records op de atletiekbaan ter wereld. Nederlandse records, in ieder geval over de 100. In elke 5-jarenklasse kan je namelijk nieuwe records neerzetten. En op Europees en wereldniveau bezit Rietje ook genoeg records. Ja, heel snobistisch, het is te veel om het uit mijn hoofd te weten allemaal. Ga maar koekelen, dan... En dat terwijl ze pas op 40-jarige leeftijd begon met atletiek. Ja, ik had drie kinderen en die heb ik eigenlijk alleen opgevoed. Dus toen die groter werden, toen zei die jongste zoon die op atletiek zat, nou, als je wat wil, bij ons lopen ook oude mensen hoor, daar kan je ook komen. Dus dat ben ik dus gaan doen. Toen was ik 40. Dus toen kon ik geen rondje lopen hoor. Ik kon niet één rondje lopen, dus ik denk, oh, dat is vast niks voor mij. Maar doorzetten, doorzetten. En inmiddels rijgt ze dus de records op allerlei onderdelen aan elkaar. Van ver tot hoogspringen. Maar daar blijft ze zelf vrij nuchter onder. Weet je, op dat moment is het leuk en dan krijg je de medaille en dan is het leuk. Maar daarna denk ik, oké, op naar de volgende. Ja. Al heeft ze nog wel één duidelijk doel. Als ik gezond blijf, 100 jaar worden. En dan het wereldrecord op de 100 meter verbeteren. Dat staat nu op 40. Wat, hoeveel seconden ren je nu over de 100 meter? 17.06. Dat moet kunnen natuurlijk. Maar ik moet wel blijven leven, dat. Dus dat wil ik.